De passie voor technologie is op het forum van Tweakers volop aanwezig. We komen daar dan ook geregeld de meest waanzinnige collecties en meesterwerken tegen. De hoogste tijd dus om bij een aantal van deze tweakers een kijkje te nemen. Ik ben Sander van der Velde. Ik ben als Viax op Tweakers. Ik kom nu denk ik 2,5 jaar als lid op Tweakers. Daarvoor kwam ik al heel vaak om onderzoek te doen naar nieuwe spulletjes voor mijn computers. Ik ben al ongeveer 2,5 jaar aan het case modden. Het begon toen ik voor mijn pc eigenlijk waterkoeling wilde gaan doen. Gewoon om een keertje wat anders te doen. Binnen 2 maanden was ik met de Eurisco bezig. Nou, dit is de USS Eurisco. Dit begon als 1 vierkant blok piepschuim. Dat heb ik met de hand helemaal zo uitgeslepen. En daarna met kleine stukjes plastic eigenlijk alles erop gebouwd om zo de paneling, het armor eigenlijk te maken. Een van de meest opvallende dingen van de Eurisco is het feit dat je de waterreservoirs omhoog kan doen. Zodat die in warp positie net als in de series kan gaan. En hiermee heb ik de Cooler Master Case Mod Contest, ben ik tweede geworden in 2011. En BitTech Mod of the Year 14e. En hier zit hier ongeveer iets van 450 uur werk in. Deze case mod was een stuk speelgoed dat ik uit Amerika geïmporteerd heb. Dus eigenlijk dit is één groot stuk speelgoed waar ik de binnenkant helemaal uitgehaald heb. En daarna de computer heb ingebouwd. Ik heb een hele hoop lessen geleerd met betrekking tot het kleinbouwen. Want je ziet hier het moederbord, daarachter zit de grafische kaart, hier zit de pomp. Dus het is allemaal heel klein compact. En een van de grootste uitdagingen was om alle kabels die hier zo van de PSU die hier zitten en de radiatoren, om die hier zo doorheen te laten lopen en zo hier naar het moederbord toe. Om het allemaal hier zo precies mooi netjes weg te krijgen, ja, dat was gewoon echt een hele uitdaging. Nou, wat ik nog voor deze mod van plan ben, is om alle detaillering die je hier zo ziet aan de benen, etcetera, om dat ook op de base eigenlijk toe te gaan passen. En om daarna helemaal te airbrushen. Maar omdat ik nog helemaal nieuw was met airbrushing, ben ik gaan oefenen. Want ik wil wel eerst alles van tevoren goed kennen. En dat is het bijvoorbeeld op kleine Star Wars modelletjes waar je soldeerbout erin doet en je Dremel erin zet en met weathering verschillende roestpatronen gaat maken. Om zodoende ook dit eigenlijk op de AT&T toe te passen, want hij ziet er nou nog net even iets te clean uit. Detach cable! Cable detach! Dit is wel een van mijn bekendste mods. Hij staat op echt, ik kan hem ongeveer terugtracen naar 300 websites nu. En om aan te geven, normaal heb ik iets van 150, 160 man op mijn views op mijn blog per dag. En op de drukste dag trok deze 83.000 gebruikers. Dus dat geeft wel aan dat hij heel druk bezocht was. Dit is mijn nieuwe project. Dit is de Venator. Dit is een Star Destroyer uit Star Wars. En zo moet hij worden. Dit is het model waar ik eigenlijk vanaf werk. Dit is het voorbeeld. Zoals je ziet moeten al die detail-elementen die moeten er nog opgemaakt worden. En dat heb ik eigenlijk gemaakt in een aluminium frame. Hier komen de radiatoren. Hier komt het moederbord. Hier komt de PSU. En hier komt het waterreservoir komt hierin te zitten. En dan komt er een spiegelplaat komt eronder. Dat je eigenlijk zo van de onderkant eigenlijk de hardware ziet. En de bovenkant wordt helemaal precies zoals dit eigenlijk nagemaakt in een volledig model. Ik verwacht dat ik hier een 200 tot 250 uur aan ga spenderen in de aankomende maanden. Mijn bouwproces begint met een aantal schetsen in een zwart boekje. Daar werk ik mijn ideeën uit. Soms doe ik het in 3D, maar het merendeel begint het altijd met gewoon een aantal pen- en papier schetsen.
Daarna bouw ik altijd een mock-up. Dus dan pak ik een paar stukken MDF of piepschuim. Daarmee maak ik de vorm van de PSU, de vorm van het moederbord en de algemene vorm van hetgene wat ik wil bouwen. Zo heb ik bijvoorbeeld hier de bovenkant en de onderkant van gemaakt. En daar heb ik dus de radiatoren opgelegd en het moederbord en de power supply om te kijken of het allemaal wel paste binnen wat ik van plan was. Want je moet er niet achter komen dat je van allerlei dingen bedacht had. En eigenlijk halverwege het project kom je er in één keer achter van, oh, ik kom een centimeter tekort. Dus dat los je op door van tevoren eerst een soort proefmodelletje te maken. Ik heb nog een hele hoop mods die ik wil gaan maken. Want ik heb nog een hele hoop leuke series zoals Battlestar en andere series waar ik nog dingen uit wil bouwen. Maar als ik op dit moment echt eentje zou moeten bouwen, de ultieme mod, dat zou voor mij de Deep Space Nine zijn. Daar heb ik een 3D-ontwerp voor gemaakt. En, ja, die is gewoon 2 meter groot en 1 meter 20 breed. En er zitten 4 grafische kaarten in en 28 radiatoren. Dat is echt de ultieme mod voor mij. Alleen op dit moment, ja, ik heb er gewoon geen ruimte voor om hem echt te bouwen. Science fiction is absoluut mijn ding, ja. Ja. Daar komt ook echt de drive van. Ik kijk heel veel science fiction van Battlestar tot Star Wars tot Star Trek. En ook hele obscure B-films die ik kan scoren. En ja, zodoende ben ik ook eigenlijk in het bouwen van die sci-fi case mods gekomen. Omdat ik eigenlijk de mogelijkheid zag om twee van mijn hobby's te combineren. Sci-fi en computers bouwen. Dan laten we dan maar sci-fi computers bouwen. Mijn omgeving vond het in het begin vooral een beetje gek. Mijn vrouw die heeft af en toe gezegd van, Sander, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Omdat ik tot in mijn knieën in het schuimschaapsel stond voor de Risco. Maar nu ze zien wat ik er eigenlijk mee kan maken en wat voor hoe leuk andere mensen het ook vinden, hebben ze toch wel zoiets van, nou, het is toch wel een beetje bijzonder.